verse verrassing. Wat bedoel je? Nou, ik zet me net af te vragen hoe lang bij jou een wip duurt. Ik zit hier zeker al een kwartier te wachten. Nou ja, de wip heeft een beetje langer geduurd dan ik gedacht had. Nou ja, de oorzaak was gewoon een vriendelijk aangeboden koppetje koffie. Jouw zwak en mijn zwak. Ja, laten we naar binnen gaan, want ik heb haast. Ja, oh, nou, dit zeg maar gewoon een beetje zenuwachtig. Wie is dat nou? Goed zo. Kom binnen. Bedankt. Je gaat je gezichten zien, dan zit je diep in de puree. Kom eens op met je zorgen. Weet jij wie er hier naast je zit? Nee? Wat, Wie er hier naast je zit? Je bent geloof ik een beetje in de war, hè? Ik ben helemaal niet in de war. Ik ben vandaag en morgen huishouster. Ja, ja. 1 april. Nee, luister even, je begrijpt het weer niet van. Ik zal het je even uitleggen. Kijk, Katrien. Oh, de dochter van Boer Diekema. Ja, die. Ja. Nou, die is voor familiebezoek een paar dagen de stad uit. Nou moet ik naast mijn gewone werk ook nog voor huishoudster spelen. Ja, ja. En... wat zit je nou weer stom aan te grijnzen? Jij is huishoudster. Katrien weg en dan is Jan Klaassen weer aan de beurt. Jonge, jonge. Een mooie Jan Klaassen ben jij. Ja. Zeg, en wat kom je nou hier doen in het dorp? Bakker, slager, melkboer. Oh. Ik moet ook nog een brief posten voor boer Temen. Jongen, jongen. Maar ja, daar kom ik helemaal niet voor. Oh. Je moet me wat lenen. Oh, zit je weer op zwart zaad? Zijn centjes op? Nee, luister nou eventjes. Het gaat ergens anders om. Oh. Heb jij niet een of ander soepschot voor me? En een dienstbodemudgen? Een soepschot? En wou jij dat van me lenen? Ja. Hm? Of wil je misschien je vriendinnetje helemaal niet helpen? Nou ja, als je er maar geen stommigheid mee uithaalt. Ach, man, nee, wat kleed je nou toch stommigheid? Het gaat om een klein onschuldig grapje. Oh, nou ja, goed. Als jij maar weet, dat ik weet dat ik van niks weet. Goed. Weet je? Als ik dat maar weet. Ja. Dat jij van niks weet. Nou, ik heb wel zo'n soepschot. Dat meen je dat nou? Jawel. En dan zit er nog een mooi mutsje bij ook. Wat zien dan? Ja, wacht even. Hier zo. Ja hoor. Hier is het nog. Kijk er eens aan. Hé. Hey. Wat zien? Ja, nou, dat is precies wat ik nodig heb. Kijk, hij is niet een beetje kort. Het komt het boven mijn knieën als de boer dat ziet. Nou, zeg. Wat doe je nou? Ja, graag of traag. Voor maatkleren moet je bij de klerenmaker wezen. Nou ja, oké. Ik zeg al niks meer. Pak het maar in. Nou. Als oh, Jacques. Dat is toch mooi? Weet je? Ja, ik heb een schort gekocht. Mag ik alsjeblieft? En een pet. Ja, een pet heb ik ook gekocht. En je baas doet er een papiertje mee. Ja. Nou, het wordt nog keurig voor me ingepakt ook. Natuurlijk. Het motje erop. Motje erop. Lekker, hé. Ja, ja, dat zeg ik je gelijk in, hoor. Alsjeblieft, je vrouw. Nou, ik neem het wel mee. Betalen we cadeau. Ah, hou je mond. En u, wie? Ja, Griep. En voorzichtig met de spullen, hè. Reken maar. Ja. Bedankt. Aannemingsbedrijf. Gaat je opzij? Ja. Zo, koffie. Ja. Hupje, één, twee, suiker zit erin. Recht. Gaat uw gang. Ja. Zo, hé, lekker. Melk. Wat nou weer, hé? Melk. Zit potje aan door, geen melk in. Ja, neem me niet kwalijk, want dit was nog niet klaar. Je gaat zeuren met je melk. Kijk hoe die heet is. Melk. Ja. Hier, moet je een vel in je melk? Een vel in je... Met vel natuurlijk. Vel is het allerbeste van de melk, man. Wat heb ik aan de ding niet vinden? Zo. Dit is geen vel. Dit is een beddenlaken. Ja, dit is een beste. Je zoekt het zelf maar uit. Zeg maar nou even voor jezelf niks in laten. Nee, dat is ook niet nodig. Jij bent de baas. En jij krijgt het beste van de melk. Nee, zo hebberig ben ik ook niet. Kom nee, alsjeblieft, doe me een plezier. Laat het ding zakken. Ja. Stop erin! En trouwens, ik hou niet eens een vlees wat van vellen. Weg of niet? Hoor. Ja, nou. Ja, dit 100 jaar bestaan. Met een... Zeg, Tijmen. Ik moet je nog eventjes wat vragen. Vragen? Ja. Wat wou je mij dan vragen? Nou, kijk, ik heb... ik heb eigenlijk 2 baantjes bij je nou, hè? 2 baantjes? Ja. Wat bedoel je? Bedoel je, ik ben niet alleen je knecht, maar dan ben ik ook nog voor 2 dagen je huishoudster. Ja, dat is waar. En je kookt helemaal niet slecht. Ja, maar daar heb je al eens een complimentje voor gegeven. Nou, daar ben ik klaar mee, zeg.
Bovendien moet ik je bed opmaken, de afwas doen, de vloer vegen. Oh ja, dat ben vrouwenbaantje. Zegt niet veel te betekenen. Vrouwenbaantje hebben niet veel te betekenen. Nou, dan moet je eens eventjes goed naar me luisteren. Van het vrouwenwerk krijg ik meer pijn in de rug dan van het gewerk op het land. Nou, dat is een kwestie van wennen, hè? Wat die? Wat heb je nou weer? Niks bijzonders. Maar je betaalt me maar voor één baantje. Maak je niet ongerust. Ik zal het morgen best met je maken, hè? Nou. Maar laat me nou even rustig mijn krant lezen. Ja, goed hoor. Graag. Zo. Wat heb je nou weer? Niks. Ik word een beetje draaierig. Ik voel me niet helemaal goed. Ik geef even een frisse lucht. Neus halen. Nee. Ik bedoel, neuslucht halen. Ik weet niet veel wat ik ga, maar ik ga het halen. Laat je koffie koud worden, hè? Dat geeft die koffie is me toch nog tijd. Ik ben zo terug. Nou ja, van dat mannetje krijg ik geen hoogte. Ik wilde net even weg gaan om boodschappen te doen, kaas halen. Ja, Saartje, zou je dat nog wel doen? Het is een hele tippel en je voelde je dat laatste dagen toch al zo moe. Ja, maar je vindt die kaas van Dieke Maal dat zo lekker, meneer. En zijn ochtendwandeling zal maar best goed doen. Nou ja, goed, je ziet maar je moet wel een beetje oppassen met je voorjaarsmoe, hè? Ja, maar dat doe ik ook, meneer. Ja, ja, ja. Ik ga vanmiddag even rusten. En kook nog maar heel eenvoudig. Heel goed voor Marlijn trouwens ook. En maak mijn zitkamer de eerste dagen nou maar niet schoon. Een beetje stof zie ik toch niet. Laat u dat nou maar aan mij over, meneer. Dag, meneer. Onverbeterlijk, hè? Sterkte, Saartje. Dank u, meneer. Slecht geschoren. Ja, yeah. Ik kan merken dat Katrien van huis is. Anders had men hem op de vinger stikt. Slecht scheren, op de vinger stikken, zei dat. Nou, sta je me zo raar aan te staren. Wat is dit allemaal voor rare flauwkul? En dat er daar? Nou ja, wat bedoel je met dat er daar? Die twee smerige, bloed, harige benen. Hè? Ben je nou wat toeteroet? Is dat nog wel in mijn woonkeuken? Wat slaat dat doen op zeg? Twee bloed, harige benen en nog smerig. Hoe kom je daar? Ik heb vanmorgen twee keer met groene zeep gewassen. Zo ben ik als dame. Begrijp je wel? En dan erbij, je wilde een huishouster. Toen dacht ik, nou, dan zal ik ook zorgen dat ik eruit zie als een huishouster. En zo kom je dadelijk op het land werken ook, hè? Hoe kom je daar nog bij? Oh, helemaal niet, hoor. Dan vergelijk ik me even eens vent. Man, als de mensen jou zo zien, brengen mijn hele boerderij in op spraak. Ja, schijnt toch uit. Nou, vooruit. Moet je thee? Ja, schenk hem gauw thee en ik moet weer een thee. Nou weer? Man, je brandde met de fikken. Ach, krijg toch niet zo. Ja, dan moet je toch ophouden met die flauwkul. Dat je een pak slaag geven. Nee, een pak slaag geven. Ja. Een echte heer vergrijpt zich niet aan een dame. Kom, ik ook nog een kopje thee. Lekker hoor, dan zet ik het weer weg. Adieu. Op de kachel. Nou, lekker theetje. Bornwater. Wat is dat? Bordenwater. Bordenwater? Ja, het zou je onder je neus groeien. Oh. Ja, dat is waar ook. Wat nou weer? Vanmorgen heb ik met die kameraad van jou, die Piet van Dijk, daar heb ik mee belt. Het is niet waar. Ja. Heb jij ermee belt? Ja, daar heb ik mee belt. Oh, hij heeft ermee belt. Waarom? Waarom? Nou ja, kijk, ik denk, ik zal die Piet van Dijk bellen, hè? Ach, tingelingeling. Hallo. Hallo, tingelingeling, hallo, ja. En hij zei het ook hallo. Gaat, zei hij ook hallo? Ja, daar kom maar. Ik heb een zaai in de schuur. Daar lijkt een hoop oude rommel, hè? Oude rommel? Ja, rommel. Oh, rommel. Met stoelen. Huh? En andere prullen. Andere prullen? Ja, zeker, ja. Oh. Die komt hij vandaag ophalen. Oh. Het is maar dat je het weet. Ja. Oh, ja. Maar je hebt hem wel belt? Ja, ik heb hem belt. Oh, dat is gelukkig. Ja, ja. Nee, want ik denk, als je niet belt, zal ik hem bellen. Ja, ik heb hem belt. Je hebt hem belt, goed. Ja. Zeg, luister eens even, wat moet je ervoor betalen? Tam, helemaal niks.
Ga je nog maar eens geen cent weg? Oh. Nou, nee, man. Ik ben blij dat ik hem kwijt ben. Ja, ja. Maar je hebt hem wel belt? Ja, ik heb hem belt. Tingeling, hallo, hallo. Oh, zei hij ook hallo? Twee keer. Twee keer? Nee. Nou, dit is toch een soort. Adieu! Zo, nou, die zijn we kwijt. Wat nu? Afwas. En dan ga ik me verkleden. Oh! Hebba! Heet troep. Dat zou Malle Pietje zijn. Ah, ziet hij me ook eens in mijn nieuwe uniform. Zo, goedemiddag. Sa, jij? Zwieper, wat zie jij er gek uit? Wat ben je aan het doen? Ja, neem me niet kwalijk, maar de Katrien is een paar dagen aan het logeren en toen moest ik hier. Wat zal de boer ervan zeggen? Die vindt een leuk huishoudstje wel interessant, maar wat is er met je? Heb ik je zo laten schrikken? Nee, nee hoor, nee, dat is het niet. Mag ik even gaan zitten? Natuurlijk, ga gauw zitten. Nee, zo. Dat ja, dat komt het echt niet door mij. Nee. Mag ik een kopje koffie voor je zetten? Nee, echt niet, hoeft niet. Nee, het is niet nodig, nee. Nee, maar het is een hele tippel van het dorp hier naartoe. Tuurlijk, ja. En ik ben de laatste dagen toch al een beetje moe. De burgemeester zegt voorjaarsmoeheid. Nou, dat zal wel zo wezen. Ja. Hè? Maar wat zie jij er gek uit? Hoe durf je? Nou, ik weet niet, dat was een grapje. Maar nou jij bij me bent, voel ik me wel een beetje opgelaten. Ik ga me even verkleden. Wel, nee, dat hoeft niet. Ik ga meteen weer weg. Ik kan alleen even kaas halen. Oh. £2 graag. £2. En blijf je me dan nog even gezelschap houden? Nee, ik heb nog zoveel te doen. Nog zoveel te doen. Nee, blijf rustig zitten. Ja, ik ga de kaas. Wacht, ik heb kaas voor je. Dat hou je niet voor me. Wacht even hoor. Zou dat is verrukkelijke kaas. Hier. Ik zal even een stukje voor je af. Kan je het even proeven, hè? Mm. Kos je eraf. Hier, moet je proeven. Smelt op je tong. Oh, nou, heerlijk. Lekker. Verrukkelijk. Ja, je zal meneer heel goed vinden. Uitstekend. £2 graag. Ja, hoor. Heb ik voor je. 1, 2, hè. Stuk papier eromheen. Kijk eens, alsjeblieft. Nou, maar dat is toch vast veel meer dan £2? Ah, dat geeft toch niet? Dat is gewoon voor de schrik. Hè? Dat is gezellig. Lekker meenemen. Hoeveel rij je van me? Ja, dat weet ik ook niet. Jij weet de prijs. Nou, goed. Ik geef dat altijd. Oh ja, nou, dat is goed hoor. Prima. Ik leg het hier wel neer. Fijn hoor, bedankt. En tot kijken. Ja, ja, pas goed op jezelf, want je ziet er niet goed uit. Wacht, zal ik even een stukje wegbrengen? Nee, doe dat nou maar niet, heus. Ja, ik ga toch niet met die man rijden op het dorp heen? Nee, nou, dat begrijp ik ook wel. Wacht even, dan verkleed ik me even. Nee, dat hoeft niet. Ik red me heus wel. Maak er nog eens zorgen over. Ja, voorzichtig hoor. Komt heus al in orde hoor. Ja. Nou, dag hoor. Kijk hoor. Ja. Dat is gek het. Ja, ze heeft eigenlijk wel gelijk. Gek het. Ik ga gewoon. Ik ga gewoon mijn jas weer aantrekken en mijn hoed opzetten. Jacco, mag ik even lekker kijken. Bij mijn nieuwe. Sweep als Katrien. Ah ja, Piet, ik weet precies waar je van komt. Kijk, de hele boel. We staan met haar stom aan te staren. Ja, ik dacht het. Nou, wat dacht je? Nou, ik dacht, ik kwam hier voor Saartje onderweg tegen. Nou, je gaat Saartje niet belachelijk maken, hè? Ik waarschuw je, hoor. Het ging om jou. Mij? Ja, ja, ze zei dat je er zo kottig uitzag met dat rare motsie op. En dat korte rokje, je harige kuiten en je blote armpjes. Maar niks van te zien, nou. Ik ben van mezelf al mooi genoeg en dat kan jij van jezelf niet zeggen. Ja. Hop, we gaan de spullen oplaaien, opschieten. Kom op, we hebben geen uren de tijd. Alsjeblieft, hier in mijn hoekje, op het erfje, staat de hele toestand. Nou, kijk eens even, wat is het allemaal waard? Dan kan een jong gezin zich zo van oprichten. Ja. Dingen zeg. Ja, je denkt het. Nou, als ik het zo zie, voor een Riksdaal, dan neem ik het hele showtje mee. Hop met die Riks. Nee, ik krijg een Riks voor het vervoer. En die zaak die kan direct naar de vullersbak, man. Met de vullersbak? Hoe kom je daar naar bij? Ja. Wat denk je van dat mooie potkacheltje? Ja, nou, dat verroest de kring. En je kan het lekker op poezelen. Ja, en dan is het weer eens nieuw. Poezel jij jezelf maar op. Waardeloos. Hier nou, die stoel dan. Laat even. Hier, ik heb er een stuk of 4, 5. Ja. Nou. Ja,
dat is toch brandhout? Brandhout. Hier, in de kastje. Ja, ja, dat zie ik zo. Daar zit een worm in. Wil mij die zo lang weg? Nee, hoor. Wat mij betreft kan je het meteen helpen overlaaien. Vooruit met de geit. Nou, vooruit dan maar. Ja. Nou. Ik zal je wel helpen. Hup, ja. Daar gaat je. Ja. Gertjen. Een zittingje. Ja. Ach, het maakt allemaal niet uit. Gaat het? Bewaar wel. Een splinter van het kastjen. Ja, dat kan wel. Weer, nog een oude deken. Oh, nee, niet te wijn. Nee, dat is een fiets. Ja, een echte damesfiets, kom nou. Nou, dat is ook een brokroestigheid. Nou, die kan ik best doen, knapper, dat doe ik zelf wel. Ach, man, er zit niet eens een stuur op en een voorwiel en geen zadel. Dat vind ik niet doen. Een voorstuur en voorzadel in een ding, dat heb jij dan wel voor me. Ik zei, vertellen, je mag de hele handel voor niks meenemen, maar dan krijg ik van jou een voorwielen zadel en een tuurtje. Ja, ja, dat dacht je. Natuurlijk wel, natuurlijk wel. Je hebt toch een oude kamerad wat over. Ach, maar een beetje week maken, hè. Piet, je bent de enige goede beste vriend die ik heb. De groeten. Het is voor een goed doel. Oh, en wat voor een goed doel, als ik vragen mag? Je mag het vragen, maar ik geef je geen antwoord erop. Oh. Maar het is echt waar. Oh. Ja, nou, ik vind het maar een brokroest, hoor. Ja, nou ja, goed. Ja, goed. Ja, nou, ik wil het wat zien ook, als je het een beetje op wil knappen. Kom dan van de week maar eens even langs. Ik zal hem meteen meenemen. Nee, laat hem... Waarom? Oh, wat denk je erop? Laat hem maar staan. Huh? Ik kom die spullen van de week wel bij je langs halen. Nou, net wat je wil. Nou, fijn. Ja. Dat was het er allemaal, hè? Ja, nou, goed dan. Ja. Even draaien. Ja, even draaien. Dat kan je even helpen, hè? Ja, nou, je bent toch druk bezig? Ja. Kalm, man. Ja. Denk op mijn fiets. Ja, denk op je fiets. Anders kan ik er nog een achterwiel ook bij. Ja, nou, gooi het even onder zijn boven. Ja, goed zo. Jaco, pas op, die stoel valt er bijna af. Ja, maar dat heeft toch wel goed neergelegen. Ja, ik heb het goed neergelegen. Goed zo. Oké. Ja, tot kijk, hoor. Dag, hoor. Tot kijk. Oh, wat vreselijk, meneer. Ik was ingeslapen. Saartje, heb ik je toch wakker gemaakt. Ja, dat was echt mijn bedoeling niet, maar het ruikt hier een beetje vreemd, Saartje. Ik ruik het ook, meneer. Ja. Dat zijn mijn aardappeltjes, meneer. Ja. Oh, wat vreselijk. Helemaal aangebrand, meneer. Nou ja, wat dan nog? Toch zo erg ook weer niet. Nou, meneer, ik zal nieuwe schillen en gauw opzetten. Nee. Ik maak zelf wel een paar boterhammetjes. Zoveel trek heb ik trouwens ook niet. Oh, Saartje, wat heb je nou een verrukkelijk stukje kaas. Ja. Ik maak voor jou ook een paar boterham met een hups onder de wol. Rust nou maar eens goed uit. Maar ik moet toch... Saartje, ik heb een hekel aan bevelen. Maar voor deze ene keer beveel ik het je. Je doet wat je gezegd wordt. Anders bel ik de veldwachter op en dan draag je weer samen naar bed. En de aardappelen dan, meneer? Nou, geef die nog maar aan de vogeltjes. Hebben die ook een goede dag. Hè? Nou, eens kijken wat de postman gebracht heeft en dan op naar de broodtrommel. En jij doet verder niets, begrepen? Ja, meneer. Oh. Je smoelheid. Ja, nou, moet je eens horen. Nou hebben we een voorwiel, een zadel. Ja. Nou nog een stuurtje. Ja, een stuurtje. Hè? Ja, ik moet hier ergens nog wel een stuurtje hebben. Ja, dat dacht ik ook. Dan moet je toch wel even hier naar. Ja. Maar waar? Ja. Waar? Ja, ik heb even de week nog mijn broeken opgehaald. Toen viel de hele boel ondersteboven. Maar ik zie het nog niet meer. Wacht. In de donkere kamer. Oh, wacht even. In de hoek. Ja. Nou, nee, je hoeft niet maar met mij te gaan. Ik zoek het zelf wel op. Wat, zal ik even een kaart voor jou steken? Nee, dankjewel. Ik doe het wel op de vol. Hij doet het op de vol. Ja, ik hoor het. Ben je erbij? Wat heb ik toch altijd een rotzooi in mijn winkel, hè? Je laat dit winkeltje veel te vol maken. Dat slaat toch nergens op? Ach, klets niet. Je mag wel een drink aannemen. Nou, wat heb ik? Ja, één stuur. Nou. Laat die glimmen, hè? Het glimt ook nog lekker. Ja, voor elkaar. Zo, voor elkaar. Nou, dan hebben we zo wat al. Ho, wacht even. Er zit geen bel op dit stuurtje. Heb jij niet een bel? Nou weer een bel. Een fietsenbel? Ja, geen huisbel. Nee, die heb ik niet.
Heb je niet? Nou, ik... Oh, wacht, hier. Alsjeblieft. Daar ben je betoeterd. Ja. Nou, dat kan niet. Je kan er geen auto toe doen. Natuurlijk wel. Die neem ik ook. Nou, die, wat? Die, kom maar. Nou, klaar. Die is nog van de baron, zeg. Ja. Dat zou je geld kosten, mannetje. Ja, huh? ja. Dat is niet goede koop. Nou, wat hebben we allemaal? Ja, Een stuurtje. Duurtje. Ja, en een voorwiel. En een voorwiel. Nou, en een zadeltje. En een tadeltje. Nou, dat is bij elkaar. En, oh ja, de autotoeter. Nou ja, dat is ook niet goedkoop. Hé? Nou, dat is een hele rekening. Nou ja. Nou ja. Zeg, hoe denk je mij dat eigenlijk te betalen? Betalen? Ja. Betalen, maar... Wat bemoei jij nou mee? Wat bedoel je nou met betalen? Ja, nou, betalen, wat maar. Het is toch nog een kopie. Niet waar? Maar we hadden afgesproken. Nee, we hadden niks afgesproken. Ik heb gezegd dat je een oude bedelaar was. En we hebben wel afgesproken dat ik het voor je zou opzoeken, ja. Nou, dat hebben we gedaan. Ja, maar je denkt toch zeker niet dat ik Sinterklaas ben? Ja. Neem me niet kwalijk, dan heb ik het helemaal verkeerd begrepen. Ja. Maar ja, mag je berg het dan maar weer voor me op? Ja. Zo gauw als ik mijn loon van de boer krijg, dan kom ik hier wel naartoe. En dan geef ik je alles tegelijk wel. Zeg, en hoe denk jij nou verder te leven? Nou, daar heb jij dan niets mee te maken. Dat zie ik zelf dan wel weer. Nou. Je wordt bedankt. Nee, zeg, wacht even. Dat wil ik niet. Ach ja, dat kan toch niet. Je kan toch al je geld niet aan mij geven. En dan op een droog stukje brood zitten kouwen. Nou... Man, neem toch die hele bom mee. Ha, voor niks. Ik wil er geen cent voor hebben. Ben je dat nou? Ja. Janko, de baas is zo'n vriend van me. Nou, Molle, hartelijk bedankt in ieder geval, hoor. Ho, ga er eens af van mijn fiets. Ga van mijn fiets af. Ja. Zeg, als je me nodig hebt, ja. Je geeft maar een gil. Ik ben er zo en dan help ik je. En hier, Molle, bedankt. De deur is open. Kom maar aan. Ik wou je alleen maar een beetje stangen. Zo blij is een kind als Jaco. He? Nou, dat is fijn, hè? Nou, om hem nou ook eens een keer een cadeautje te geven. Vind je niet? He? Nou, goed. Hij is voor mekaar. Wat een autotoeter of een fiets. Nou, dan moet je weer sweet voor eten, hoor. Ja, laten we er maar om lachen. Zwiebertje, je maakt het toch geen rommel, hè? En je morst het toch niet? Dat je geen rommel maakt! Zeg je nou weer? Wat delen we nog aan toe? Hé? Moet je nou die rotzooi zien? En kom je daar naar mij? Zijn een paar oude kranten waar met fietsenlak op ligt. Het viel je frommelijk in elkaar en de gootje weg. Ja, en die zwarte fikken dan van je. Alles wat je daarna aanpakt, dat maakt je smerig, vuilpoes. In de eerste plaats hebben we geen zwarte fikken. Als ik zwarte fikken heb, dan maak ik ze schoon met een doekje met terpentijn. Voordat ik met de fiets klaar ben. En dat noem jij een fiets? Ja. Ja, was je niet mooi? Ik heb al het roest er eerst afgeschuren. Ah man, dat ding dat hoort toch op de vullersbel thuis? Hé? Ja. Yeah. En zoiets durf jij aan juffrouw Saartje van de burgemeester cadeau te geven? Ja. Je lijkt het wel gek. Ze zal je aanzien komen. Wat nou? Ja. Je verzaartje zal er wat blij mee wezen. Je verzaartje waardeert zo'n cadeau. Je verzaartje springt een gat in de lucht als ze dit ziet. Ja. Een gat in de lucht en hals over de kop op de vlucht. Dat nee, mannetje, dat is een vehikel. Wat voor een ding? Een vehikel. Nee, is een fiets. Ik zeg jou, dat ding is een gevaar op de weg. Maar kijk eens hoe mooi het is. Ja, mooi, dat noem jij mooi. Goed, goed. Saartje is jouw vriendin. Ja. Ja, je doet hem mee. Ik doe hem mee. Je doet hem mee. Ik doe hem mee. Ja, ja. Ja, ja. Nou goed, het is jouw zaak. Het is mijn zaak. Het is jouw zaak. Mijn zaak. En jouw verantwoording. Nee. Maar één ding zou ik je toch zeggen, hè? Huh? Zorg ervoor dat je geen vuiligheid en rommel achterlaat. Nee, natuurlijk niet. Zal je gezeid zijn? Ja. Een timer die begrijpt er ook geen fluit van. Maar Saar wel. Saar zal me begrijpen. Die zal er wat mee blij mee zijn. En morgen... morgen krijgt ze hem.
Hallo, Saar. Hey. Hoe is het sinds gisteren? Beetje uitgemoeid? Dag, Swiep. Zijn we er wel langstelling? Nou ja, ik vraag alleen maar hoe je het maakt sinds gisteren. Oh, heel best hoor. Meneer stuurde me meteen naar bed. Toch met je blote benen, hoop ik. Neem maar mijn regelaars aan, weet je. Lekker warm. Nee hoor, meneer was reuze lief. Oh. Ja, was erg bezorgd voor me. Ze pakken stoelen gaan zitten. Ja. En ik voel me helemaal weer de oude. Oh ja? Ja. Nou, dan hoef ik niks meer te vragen als jij je weer helemaal de oude voelt. Ja. Lekker, nou ja, bijna natuurlijk. Oh, nou ja. Goed, maar je moet je weer helemaal de oude voelen. Nou ja, goed, helemaal de oude. Ik voel me bijna de helemaal de oude. Huh. Ja, nee, om, je gisteren zei je, je werd zo moe van het lopen. Dat zei je. Ja, dat was ook wel zo, maar daar zullen we nou toch niet meer over. Nee, daar zullen we niet meer over, want daar gaan we nu wat aan doen. Ja, ga eens mee, met mij. Ja, maar wat doe je nou? We gaan naar buiten. Stop, dan gaan we naar buiten. Wat, hier, wacht even. Wat ga je nou doen? Nee, hier, je omslagdoek. Ja. Deurtje open en naar buiten. En dan blijf je hier staan. Ja. Je kijkt naar links. Laat maar even gaan. Je kijkt niet om, hoor. Nee, nee. Je kijkt pas als ik het zeg. Dan mag je pas kijken. Hoor, ik moet het eerst zeggen. Hé, Swiepie zegt het eerst. Zo, geef me nou je hand. 1, 2, hup, en kijk. Mag ik? Oh, wat is dat? Is dat, heb je dan een grote fiets gezien? Jawel, maar dat gekke ding met die gekke toeter. Nou, dit is een cadeau van Swiepje voor zijn vriendin Saar. Ja, hij is wel niet spiksplinternieuw, maar hij loopt nog gesmeerd. Dan hoef je voortaan niet zo ver meer te lopen. En dan kun je je lekker laten rijden. Oh, Swiepje, ik zie hem al. Ja, ben je niet blij? Ja, ik ben ontzettend blij, Swiepje. Maar, ik kan helemaal niet zo goed fietsen. Nou, dat hoeft toch niet? Ik leer het je wel. Ja, maar, en die malle toeter dan? Nou, dat is voor de veiligheid, voor het verkeer. Als je daarin toeter knijpt, dan gaat iedereen opzij als jij zo hard aan komt rijden. Oh, wat fijn, Swiepje. Wat geweldig. Ja, hè? Ja, dacht ik ook wel. Zeg, ga er eens op zitten, kijk of die past. Ja, nou, daar pas ik wel op. Nou, maar, dat wil ik eerst even zien. Eens even kijken. Voorzichtig. Maar als ik omval? Nee, je valt niet op, want ik hou je... Ik hou je vast. Pas op. Nou, ja, ik zit hij fijn? Ja, ik zit. Ja, pas op. Nee, het is wel goed. Oh, zit hij fijn? Ja, geweldig, Swiepje. Maar Swiepje, wat nou? Nee? Dat leer ik toch nooit? Nee, nou, heb je even tijd? Waarvoor? Dan gaan we gelijk even oefenen. Ja, maar oefenen? En maar zeker belachelijk maken in het hele dorp? Nee, luister nu eventjes. Ik weet een klein bospaadje achteraf. Er komt niemand. Kan niemand je zien ook. En hoe lang? Nou ja, laten we zeggen een stief kwartiertje. Ja. Hé, ik breng je in een wipje terug. Ja, maar ik moet nog de dat geeft het niet, een kwartiertje meer of minder, dat komt er ook niet op aan. Dat is goed. Ja. Omdat ik het zo ontzettend lief van je vind. Nou, vrouw, kom op. Dan gaan we meteen. Goed. Omdraaien, ik neem de fiets mee. Kom op. Zou ik het echt doen? Ach, natuurlijk wel. Moet jij eens kijken hoe makkelijk om het gaat. Het is een vanzelf verzekerd doortracht. Wat krijgen we nou? Juffrouw Saartje op de... Ja. Doortrappen maar, rij maar, voorzichtig. Laat u niet los, hoor. Voorzichtig, niet los, nee, ik laat je niet los. Ho, niet aan deze kant toe. Ja. Anders ga ik de berm in. Ja, ik kan hem aan doortrappen en niet zo benauwd kijken. Ja, voorzichtig. Ja, ho. Ja, doortrappen goed. Maar. Ja, natuurlijk. Ja, niet te hard trappen. Nee. Niet te hard trappen, niet te hard. Nee, laat me niet los, hoor. Laat me niet los. Niet te hard. Ik ga zo hard. Stop eens even, stop! Hier moet u stoppen, je verzakje. Ik kan niet remmen! Nee. Ja! Au, mijn enkel. Saar, wat is er? Hoe kan dat nou? Het ging allemaal zo goed. Oh, ik weet het niet, Swiepje. Nee. Wacht maar, mijn enkel, mijn enkel. Ja, voorzichtig maar. Kom maar. Voorzichtig. Kijk uit. Wat het? Je verzakje. Dat kan ik niet door de vingers zien. Met alle eerbied voor de burgemeester. Deze keer bent u veel te ver gegaan. Gaat u nog niet midden op de weg staan? Wat? Dadelijk heb ik het nog een keertje gedaan. Maar zo gemakkelijk kom je deze keer niet af, juffrouw Saartje. Een ambtenaar een functie overrijden, hè? Dat heb ik van mijn leven nog niet meegemaakt. Man, staat er niet zo dom te raaskallen? Zie je niet dat Saar zit te kriepen van de pijn? Ja, ik zal er eens eventjes rapport van opmaken, mannetje. Zo. Nou, voorzichtig maar. Ga zitten. Voorzichtig. Ja, wacht even. Voorzichtig. Is dan voormiddag 28 maart om 19:15. Ondanks een duidelijk stopteken doorgereden. Juist. Verdachte heeft mij, veldwachter Bromsnor, in volle vaart aangereden, waardoor ik in de berm terecht kwam. Man, houd toch eens op met die flauwe onzin. Je ziet toch dat Saar hulp nodig heeft en jij staat met een paar stomme strafregels te schrijven. Oh ja? Ja.
Dat is verzet tegen het openbaar gezag, mannetje. Zo. Geef hier dat boekje, jij gaat ook op de bom. Oh ja? Geef hier! Dank u na! Wat zeg je daar? Zo. Nou, daar zit voor jou een weekje achter de tralies al, mannetje. Om te beginnen zal ik iets wat zeggen. Saar heb je geen enkele schuld aan. Ik heb er op de fiets gezet en hier op het bospad. Nou, was er geen enkel gevaar. Als jij niet zo eigenwijs was geweest... Ja, maar zo verder, hè. Ga zo maar verder, hoor. Ja. Zal je eens wat vertellen, mannetje? De deur van de gevangenis staat breed voor jou open. Breng het daar maar op, dan. Het is toch zo al erg genoeg? Oh. Alsjeblieft. Dat noemen ze nou een fiets. Een wrak is het. Moet eens even kijken. Geen remmen erop, van voren niet. Hier, en alsjeblieft, van achteren ook niet, hè. Mooi is dat. Heel mooi. Kijk, even is de bel. Hé, waar is de bel? Geef, alsjeblieft. Een oude toeter. Nou, het is wat moois. Zal ik jullie wat vertellen? Met zo'n ongelukkig brok van een rijwiel, van een kavalje van een rijwiel, kan ik wel zeggen. Brengen jullie de hele mensheid in doodsgevaar. Begrijpen jullie dat? Ach, man. Heb je erge pijs, hoor? Ja, ik vind het zo'n lamme geschiedenis. Maar je reed opeens zo hard weg, ik kon je niet meer bijhouden. Ach, Sieben, met mijn enkele. Het valt misschien wel erg mee. Weet je wat? Je moet onmiddellijk naar huis. Ja, natuurlijk. En dan moet jij eens eventjes... Kun je staan? Ja. Dan moet jij eens goed naar me luisteren, Brompie. En heel goed luisteren ook. Saar zit hier te krimpen van de pijn. Ja. En jij denkt alleen maar in je wraakzuchtige plannetjes. En hou je mond en luister. Wat krijgen we nou? Je mag straks zoveel ruzie met mij maken als je zelf wil. Je mag me een jaar in de kast opsluiten. Maar eerst brengen we samen Saar naar huis. Of ik doe mijn beklag over jou, meneer de burgemeester. Jij je beklag indienen over mij? Ja. Ha! Hoor je wel wat ik zeg? Ha! Jij speelt met de gezondheid van Saar. Ja, eerst een aanrijding veroorzaken, hè? En dan het slachtoffer aan de lot overlaten. Dat zou je duur te staan komen, mannetje. Wel, nou, nog mooier. Wil jij beweren dat ik... Ja, dat ik... Ja, er wordt verder niet over gesproken. Saar wordt naar huis gebracht. Draai die fiets om. We zetten de zaal op de fiets en we brengen het terug naar het dorp. En geen tegenspraak. Nou, vooruit dan. Draai om. Kom hier. Kom hier, verzijden. Voorzichtig. Hoe gaat het? Ja. Denk om je voetje. Ja. 1, 2. Goed zo. Ja. Kom op en hou vast. Ik vind het anders maar knap stom van je om met dat roestige ding op de weg te komen. En dan nog een ander erop te laten rijden. Ja, nou, dat is achteraf allemaal lekker gekletst. Nee, niet achteraf. Dat is vooraf gisteren nog gezegd. Maar ik heb het toch alleen maar gedaan om Saar, om lief voor te zijn, om te helpen. Oh, ja, mooi te helpen. Een pleziertje noemen. En je versaartje. Aman, je moet goed doordenken als je wat doet. Je bent veel te oppervlakkig. Als dat geuniformeerd personage niet midden op de weg was gestaan, dan was het verder... Nee, moet je nou eens even goed luisteren. Dat nou, is niet aardig van je om nou een ander dag van de school te geven. He? Dat is gewoon je oppervlakkigheid. Je weet net zo goed als ik dat de remmen niet deugden. Die had je moeten onderzoeken. Ja, gewoon... ik weet al hoe jij denkt, hoor. Ja, je denkt nou, dan lak ik dat karretje mooi op. En dan lak ik het stuurtje lekker glimmen, het zadeltje opwrijven. Ja, de uiterlijkheid, he, de oppervlakte. Mooi is dat voor je façaadje. Zeg, hoe is het nou met haar? Wat zei de dokter? Ja, wat zei de dokter? Ze moet rust houden. En ze mag dat been niet gebruiken. Mm-hmm. Ze moet het op een stoel leggen. Lekker pleziertje is dat, zeg. Ja, Sari zei tegen mij dat ze de laatste tijd zo vreselijk moe werd. Ik deed alleen maar om het te helpen. Ja. Langlopen was er helemaal niet meer bij. Nou is kortlopen er ook niet meer bij. Ja. Nou, de edelachtbare zou je ook wel lief aangekeken hebben. Nou, man, ik heb de edelachtbare helemaal nog niet gezien. Oh. Ik heb hem nog niet eens gesproken. Oh. En de veldwachter? Ja, houden we daarover op. Die is weer met een processie bezig. Met Van Baal. Oh ja? Hoe heet zo'n ding? Ja, men doet allemaal wel weer achter de tralies stoppen. Ja. Misschien wel eens goed voor je weer. Nee. Dan kan je oppervlakkigheid afleren. Ja. Kan je erover nadenken. Ja. Misschien best wel eens goed dat je een keertje in de cel komt. Nou, ik smeer hem. Je wordt weer bedankt, hoor. Je hebt weer reuze opwekkende woorden. Hartelijk dank. En u? Nee, zeg, hé. Dat bedoelde ik goed, hoor, Sweep. Oh ja, dan ben je net als ik. Ik bedoelde het ook alleen maar goed. En u? Nee. Jongen. Hé, Sjako. Wat doen de mensen soms ingewikkeld tegen elkaar, hè? Ja, zeker. Nou, we bedoelden het allemaal goed, hè? Ja, en dan een ene dag gebeurt er wat.
En dan is het pang. En dan zit je met de scherven. En dan zit je bovenop de scherven met je gatje. En dan kan je ouw roepen. Ja, nou, en toen, hè, meneer? Toen gooide hij mijn notitieboek zomaar in de sloot. Nou, leuk voor degene die er dat later uit op Vistveld wachten. Hè? Kunnen ze smullen van je aantekeningen. Kan een aardige rel worden, Veld. Oh, nee, meneer, want ik heb dat notitieboekje zelf weer uit de sloot opgefitst. Oh, ja. Maar met levensgevaar, hoor, meneer. Ja, moet u eens kijken. Moet u eens even kijken, meneer. Alsjeblieft. Alle bladzijden zitten aan elkaar vastgekleefd. En het zijn uiterst belangrijke aantekeningen ook, hè, Veld. Ik wil niet meer lezen, meneer, maar ik maak alleen maar belangrijke aantekeningen. Ja, dan in je vrije tijd de blaadjes uit. Terst voorzichtig, één voor één van elkaar losweken, hij zult wachten. Tot die orders van meneer. Ja, zo. Dag meneer. Oh, wacht, ja. Dat is waar ook meneer. Wat doen we met die zwerver? Die gaat zeker, floep, de gevangenis in, hè? Nee meneer, dat nooit meneer. Ja, Supertje deed het alleen maar om mij te helpen. Sta maar dan niet zo schap achteraan te lachen. Het is eigenlijk jouw schuld dat ik gevallen ben. Ja, toen ik op de grond lag, toen stond je met dat domme boekje aantekeningen te maken. Maar Siebertje is erg lief voor me geweest. Dan hoort u het, meneer. Maar ik was alleen zo dom dat ik opeens hard ging rijden en toen kon hij me niet meer bijhouden. Ja, ik snap het helemaal. Hè. Kom, maak je nou niet overstuur. Je hebt het gehoord, veldwachter, hè? Ja. Wees maar blij dat je aantekenboekje dichtgeplakt is. Kunnen we die onzin tenminste ook niet lezen. Dan moet je eens goed luisteren. In de allereerste plaats, kijk niet zo verwijtend dan juffrouw Saakje. Ze is onze belangrijkste en uiterst betrouwbare getuige. Overigens, zoek Zwieber op en breid de zaak weer recht. Hè? Tot Joris, even lachen waar. Nou, dan ga ik maar weer eens. Het beste hoor, Saakje. Dank u, meneer. Ja. Dan gaan we die zwerver van me weer eens opzoeken, juffrouw Saakje. Maar eerlijk gezegd, ik heb het niet zo kwaad gemeend door juffrouw Saakje. Maar dat boekje. Dat boekje, dat zat me zo dwars. Ik ben misschien ook wel wat al te heftig tegen je geweest, veldwachter. Ik bedoelde het ook zo kwaad niet. Nee. Maar dat plafond had ik morgen willen witten. Ja, dat gaat nou niet. Ja. Ik begrijp uw zorgen, hoor, juffrouw Saartje. Mijn Cornelia is ook aan de grote schoonmaak. Maar ja, u moet maar zo denken. Zorgen, die worden een mens nooit bespaard, hoor, juffrouw Saartje. Kom. Oh ja, dat is waar ook. Beterschap, hoor, juffrouw Saartje, met uw been. Van harte beterschap. Dankjewel, veldwachter. Doe je de groeten aan Zwiebertje van me? Ik zal de groeten doen van hare hoogheid, juffrouw Saartje. Beste, hoor, juffrouw. Ja. Dat onweer is ook weer gelukkig voorbij getrokken. Maar dat plafond, dat zit me toch wel een beetje dwars. Ja, in ieder geval is het zo. Nu waren we zijn weer goede vrienden. Ja. Juist. En dat vindt het boekie. Ja, je moet me maar niet kwalijk nemen, hoor. Maar ik ben af en toe een verschrikkelijk driftig baasje. Ja, maar heb je het nou juist. Je moet altijd je zelfbeheersing bewaren. Ja, natuurlijk. Dat is een echte mannelijke eigenschap. Kijk nou eens naar mij. Ja, nou ja. Daarom kijk ik ook altijd zo hoog tegen je op. Ja, hè? Ja. Nou, zo mag ik het horen, hoor. Dat is heel goed van je, Zwiebertje. Ja, maar luister. Nou, eens even wat anders. Ja. Je vertelde me net dat Sarzo in de knoei zat over het witte van het plafondje in de keuken. Schijn maar uit, man. Ja? Dat helemaal in zak en as. Maar ja, je weet het. Hè. Vrouwen en schoonmaken. Oh. Zeg maar, luister eens. Als wij beide nou eens... Wij? Wat bedoel je? Wat bedoel je? Ja, natuurlijk. Als wij nou eens samen het plafondje gaan witten. Wat? Ik de... En mijn uniform dan? Nou ja, nee, er is toch wel een oplossing voor. Kijk, ik ga gewoon een malle pietje en ik leen twee lange stofjassen. Ik vraag witkalk, een emmer, een paar kwasten. Nee. En bij Sarah in de keuken vind ik er wel een laddertje. Nee. Ik als veldwachter, nee, dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet. Nou, nee, dat begrijp ik. Ja, ik kan het natuurlijk ook alleen doen. Ja. Niet waar? Nee. Maar ja, ik zeg het ook in je eigen belang. In mijn belang? Wat bedoel je? Nou ja, als de burgemeester te horen komt dat jij Saar zo keurig hebt geholpen met het witte van haar keukentje, het plafondje, nou, dan stijg je wel 10 meter in zijn achting. Ja? Tuurlijk. Nou, ja, als dat waar is, dat meen je toch, hè? Ja. Dat meen je toch, hè? Ik weet het zeker. Je weet het zeker. Zeg, Zwiebertje, jij zorgt voor een stofjas? Dit zeg ik toch? Dan doe ik het. Morgenochtend om 9 uur voor de deur van de keuken van Saar. Afgesproken. Voor mijn orders. Hoi, grote vent en zo'n klein hartje. Nou ja. Morgen zijn we compagnons. Maar nu, naar Hooiberg.
Maar dat is toch te gek? Dat kunnen jullie toch niet? Dat kunnen we niet, hoor je net, Bron? Ja. Weet je wat we niet kunnen? Nee. Die belediging die juffrouw Zaartje ons aandoet, die kunnen we niet op ons laten zetten. Zo is het. Alsjeblieft, het gezag is het helemaal mee meest. Nou, dat vind ik ook niet alle dagen. Maar weten jullie dan wat er gebeuren moet? Wat er gebeuren moet en of we dat weten, hè, Bron? En of vegen, schuieren, stoffen, netjes hoppen, wrijven, groenen. En wat nog meer? Het plafondje witte. Ja, nou, wat zeg je ervan, Saar? Nou, ik wist wel dat jij een mallet was, maar dat de veldwachter zijn verstand niet kan gebruiken. Ze denkt dat jij verstand hebt. Wel nee, wel nee. Ze zegt juist dat ik geen verstand heb. Oh ja, dat is waar. Nou, we zullen er verder niet over praten, Saar. Ja. Wij gaan beginnen. Ik breng jou eventjes naar de zitkamer. Oh ja. Je kan hier niet blijven nee. En pottenkijkers kunnen we hoppakee, niet gebruiken hier. Hopsakee, daar gaan we. Ja, maar het is mijn keuken. Nee, vandaag is het de keuken van Brommen van mij. Ja, ja maar pas op hoor, overal kranten neerleggen en... Tot uw orders, tot uw orders, juffe Saartje. Het komt er orde hoor. Nou. Oh, mensen, lief, wat prachtig. Ja, hè? Dat plafond, dat is gewoon wit als sneeuw. Ja. Oh. Wat hebben jullie me daar plezier mee gedaan? Nou, geweldig. Als dat niet goed betaald is, dan weet ik het niet, hè, Bron? Nou, weet je, ben ik geloof dat ik een verkeerde baantje gekozen heb. Nou, Fred, jij gauw zitten. En aan de koffie. Ja. Er is toch helemaal geen koffie? Ja, vergis je me niet, juffrouw Saartje. Die heeft Siebert jou gezegd. Meisterlijk koffie met lekker vers zandgebak. We hebben toch geen zandgebak? Ja, ja. Dat heeft Bron meegebracht, gekocht. Kijk eens. Van zijn eigen zakken zijn die Alsjeblieft, hè. Nou, ik zeg niks. Alleen dat jullie twee grote schatten zijn. Nou, alsjeblieft, Bron, hè. Is dit even een compliment? Nou zeg, ik zal maar vertellen, Zieletje. Dat heb ik nou nog liever dan de mooiste medaille. Zo is dat. Alsjeblieft, koffie. Je wel, je koffie. Oh, heerlijk, Saartje. Ja. Dankjewel, hoor. Suiker en melk zit hier. Ja. Een mooie, degelijke damesfiets van je Saartje, ja, bedoelt maar u. Wel een lichtkarretje, hoor, Van Dijk. Dan hoeft Saartje niet zo te trappen. Ja.
Maar het spijt me, meneer de burgemeester, die heb ik niet. Oh. Maar verderop in het dorp, daar is wel een fietsenwinkel. Ja. En ik als handelaar kan daar wel een behoorlijke korting krijgen, hoor. Oh, nee, geen kwestie van Rijk. De hele winst is voor jou. Oh, nee, meneer de burgemeester, erg aardig. Maar nee, hoor. Ze is ook een beetje vriendin van mij, hoor. Maar vertel eens even, meneer de burgemeester, wanneer? Nou, als je hem vanavond tegen een uur of 8 even kunt komen brengen, dan nodig ik onze zwieber en onze veldwachter ook uit. Hè? Nou goed, ja, dan zet ik het karretje wel tegen de muur. Kunt u hem zo naar mij naar binnen brengen? Tegen de muur? Oh, nee, Van Dijk. Jij bent ook uitgenodigd. Het moet toch een feestje worden, man? Nou, als je de lachbare dat zegt. Nou, ik zeg het je toch. Ja, graag, meneer. Nou, goed, tot vanavond dan, hè, Van Dijk. Ja, en nog wel bedankt, meneer. Helemaal niet. Ja, tot ziens, Van Dijk. Tot vanavond, klokslag 8 uur. Ja, hup. Jongens, Jaco. De mensen kunnen ook best aardig tegen elkaar zijn, hè? Dat zie je maar weer. Dat moest ook eens in de krant gedrukt worden, hè? Je zit goed recht, hè? Ja, zeker wel. Goed, zeg. Heb jij er allemaal geleerd, hè? Alles wat je doet. Alles heb ik er geleerd. Dag. Nee, kindertjes. De tijd is op. Nu moet ik werkelijk gaan. En spoedig kom ik huis weer om. Maar nu is het gedaan. Dat schiemetje, dat zwerversman. Er weer vandoor. Vanavond allemaal zoet naar bed. En nu tot weer ziens hoor. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weer ziens hoor. Dag Zieltje. Dag kindertjes. Dag Zieltje. Dag kindertjes. Tot weer ziens.